We moeten het hebben over schoon drinkwater. Actie Waterkracht is van start gegaan. En deze week drinken we een week lang alleen maar water om mensen toegang te geven tot schoon drinkwater. Vorig jaar hadden we dezelfde actie en toen hebben we 4000 mensen kunnen helpen aan schoon water. Dit jaar willen we dat 30.000 mensen schoon water krijgen. Help jij mee? 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon drinkwater. Dus in totaal 2 miljard mensen hebben nog altijd geen schoon water. We werken in landen als Ethiopië en vorig jaar waren we daar en spraken we Shinicio. En zij heeft door Dorcas schoon water gekregen. Honderden mensen doen dit jaar weer mee en zetten hun koffie of hun thee aan de kant of laten hun cola staan. En dat doet ook Reinier. Reinier zegt het volgende. Het lijkt me een goed idee dat doordat ik mijn mooie koffiezetapparaat aan de kant zet, ik andere mensen toegang kan geven tot schoon drinkwater. En ik ging de straat op om mensen in Almere te vragen of ze wel eens echt dorst hebben gehad. Moet je zelf wel eens lopen voor water? Water? Nee. Nee? Hier? Ja. Weet je nog een keer dat je echt dorst had, heel veel? Ja. Dat was toen ik een wedstrijd had dat ik mijn bidon niet bij me had. Maar uiteindelijk kregen we wel limonade. Ah, chill. Beter. Heb je vragen of wil je graag je eigen motivatie in deze waterupdate zien? Stuur ons dan een DM op onze social media. En morgen is er weer een nieuwe waterupdate. Tot dan!